een sms'je op mijn Nokia 301. Breaking. Mark Rutte kondigt politiek afscheid aan. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Wauw. Wie zag die aankomen? Ben je nou aan het wissen? Ach. Ja, wat daar. Doe eens normaal, man. Doe eens normaal, man. Doe eens zelf normaal. Jongen, jongen. Oké, dit was natuurlijk afgelopen maandag al breaking. Inmiddels word je alweer 5 dagen doodgegooid. Met nieuws over het afzwaaien van de man die alweer 13 jaar minister-president van Nederland is. De langstzittende ooit. Met afstand. Als premier schrijft hij geschiedenis. Nieuws dat is ingeslagen als een bom. Rutte ziet zich uit de politiek terug. Dat dit het goede moment is om het stukje door te geven. Ja, totaal sprakeloos. Dank u wel. Dit is een historisch moment. Gewoon een dapper besluit. Eindelijk, zou ik zeggen. Een hele generatie weet niet anders. Misschien heb je zelfs wel helemaal geen actieve herinneringen aan een Nederland zonder Mark Rutte. Wat dat betreft, echt the end of an era. Dus, op zijn NOS op Dries, fiets ik je in deze video met een rotvaart. Pak een beet 130 km per uur. Gaaf. In beeld en geluid. Caroline. Door het tijdperk Rutte. We gaan beginnen. Van politieke beloften als lijsttrekker tot afzwaaiende de corpremier. Als je iets zit die kant op. Ja. Dit is 13 jaar minister-president Rutte. 13 jaar. Hoi, goedemorgen. Rutte. Nederland. Goedenavond. Geen herinnering. Eerst, hoe kijk jij eigenlijk terug op 13 jaar Rutte? We weten niet beter dat Rutte aan de macht is. Hij heeft zijn best gedaan, denk ik. Hoop ik. Wat heeft hij nou eigenlijk uiteindelijk bereikt? Volgens mij helemaal niks. Oh ja, wel goed. Ik vond Rutte best wel... Ja, ik vond hem eigenlijk wel een sympathieke man. 13 jaar Rutte was wel genoeg geweest. Deel van de pechgeneratie. Niet heel veel meer over te zeggen dan dat, denk ik. Ik ben blij dat hij weg is. Ja, ik vind het jammer. Kans voor iemand anders. Het is knap wat hij heeft gedaan, maar het is nog knap hoeveel hij heeft verpest. Ik hoop dat het allemaal goed met hem gaat. Lang verhaal kort. Gemengde gevoelens. Goed, 13 jaar dus. Maar wat ging er eigenlijk aan premier Rutte vooraf? Geloof het of niet, de misschien wel beroemdste vrijgezel van Nederland met het meest mysterieuze al dan niet bestaande liefdesleven? Heel Nederland weet nog niet eens of de heer Rutte ooit een vrouw heeft gehad. Ah, oh, oh, oh. Werd geboren op 14 februari. Jawel, Valentijnsdag. En ook nog eens in 1967, het jaar van Summer of Love. If you're San Francisco. Maar Rutte kwam niet daar ter wereld. Wel in die andere stad aan de westkust. Den Haag, mooie stad achter de Duin. Als veruit de jongste in een gezin van 7 kinderen. Hij droomt dan nog niet van het torentje, maar van een carrière als concertpianist. Omdat het toch geen conservatorium wordt, maar een studie geschiedenis in Leiden, eindigt hij in Den Haag niet in de Koninklijke Schouwburg. Maar op het Centraal Station. En natuurlijk het Binnenhof. Maar Rutte's politieke carrière begint al in dit jaar. Van Basten. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Als liberale voorvechter van vrijheid en democratie. Maar nog even niet bij de Volkspartij zelf. Maar bij de jongerenorganisatie, de JOVD. Vraagstukken als gelijke behandeling, maar ook het mediabeleid. Hij begint in het bedrijfsleven, bij Unilever. Maar hij is ook lid van het hoofdbestuur van de VVD. In 2002 begint zijn Haagse avontuur. Hij is 2 keer staatssecretaris in de kabinetten van zijn voorganger Jan-Peter Balkenende. En tussendoor ook Kamerlid. En dan mei 2006. Mark Rutte wordt... naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe leider van de VVD. Men vindt hem dynamisch en talentvol. Zegt zelf niet te denken in termen als links en rechts. En daarmee zou ik af willen van dat beeld dat wij er alleen zouden zijn voor de mensen die het al goed hebben. Er hebben zich tot nu toe geen andere kandidaten gemeld. Dat kan nog wel tot 20 april. Maar... er is niemand binnen de VVD-top die zo gauw iemand kan bedenken die het van Mark Rutte kan winnen. Dames en heren. Goedemiddag allemaal. Niet links. Dus ik ben niet links. Niet rechts. Ik ben niet rechts. Maar wel... recht toe zee. Dank u wel. Met Rita Verdonk wordt het vechten om het partijleiderschap. Dames en heren. De VVD-leden kiezen hem met 51,5% van de stemmen. Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker.
partij staat er dan historisch slecht voor. We laten ons niet gek maken door dagkoersen. Maar zowel binnen de partijtop als het VVD-electoraat zijn er twijfels over Rutte. Dan november 2006, Tweede Kamerverkiezingen. De partij verliest 6 zetels en de VVD wordt de vierde partij. En de nummer 2 op de lijst van de VVD, Rita Verdonk, haalt meer voorkeurstemmen dan de lijsttrekker Mark Rutte. Uniek in Nederland. Nooit eerder gebeurd. Verdonk blijft hem aanvallen. Een kritisch interview in de Telegraaf is uiteindelijk de druppel. Het is ook de optelsom van alles wat er is gebeurd. Rutte zet haar uit de fractie. Gaat u eerst even naar de heer Rutte en komt u daarna even bij mij. Verdonk verdwijnt van het toneel. Een stroef begin voor partijleider Rutte. Maar uiteindelijk weet hij toch zijn eigen partij achter zich te scharen. Het tijdperk Rutte kan beginnen. In een woelige tijd. Van economische crisis. Daarom zeg ik tegen u, regeer of stap op. En de Nederlandse Afghanistan-missie in Uruzgan, waarop kabinet Balkenende 4 valt. En dus verkiezingen in juni 2010. Het ziet er naar uit dat voor het eerst in onze geschiedenis de VVD de grootste partij van Nederland is. Wat een bijzondere avond. Mark Rutte schrijft historie. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de VVD de grootste partij van Nederland. De piepjonge Mark Rutte wordt minister-president. En hij is de eerste liberale premier sinds Pieter Kort van der Linden, bijna een eeuw geleden. Kabinet Rutte 1 gaat over rechts, met het CDA en de PVV als gedoogpartner. En de parlementaire pers verkiest hem tot politicus van het jaar. Mark Rutte. Parlementaire pers noemt Rutte de beste debater en een echte winnaar. Hij werd verscheurd, beschimpt en uitgelachen, maar is nu wel mooi minister-president. Maar dat gedoogkabinet piept en kraakt. Er is onderling trammeland. Met dus ook dit fragment. Daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet inderdaad, maar dat is, nou, dat is dat toch zo? Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, ach, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Ja, jongen. Maar er zijn belangrijkere zaken. Er moeten miljarden bezuinigd worden tijdens het beruchte katshuisoverleg. De sfeer lijkt goed op deze mystieke tuinbeelden in de ambtswoning van Rutte. Een sigaretje, een knuffel. Maar Rutte 1 valt. Wilders trekt de stekker eruit. Nieuwe verkiezingen. September 2012. Nog geen 2 jaar na de vorige. CDA-kiezers straffen hun partij genadeloos af voor hun samenwerking met de PVV. Die ons nooit enige winst gebracht heeft. Maar de VVD-stemmer lijkt het niet te boeien en kiest met een record aantal zetels opnieuw voor Rutte. Net voor de Partij van de Arbeid van Diederik Samsom. Meneer Rutte, nou doet u het weer. Nou doet u het weer. In de campagne is het een onvervalst links-rechts gevecht. Maar tijdens de formatie kruipen de twee veruit grootste partijen weer naar elkaar toe aan de onderhandelingstafel. In slechts 55 dagen komt er een kabinet van VVD en PvdA. Met als motto, bruggen bouwen. Er is altijd veel kritiek geweest op die snelle formatie. Nou, die was ook behoorlijk snel. Want er moeten harde noten worden gekraakt. Terwijl de economie aan het omkieperen was. Dat gaf een gevoel van, het moet, hè, we moeten door. Rutte 2 regeert behoorlijk stabiel. Er zijn hier en daar wat afsplitsingen. De regeringspartijen verliezen zelfs hun meerderheid in de Tweede Kamer. En er kleven wat valse beloftes aan Rutte. We wachten natuurlijk allemaal nog op de 1000 euro. Maar het is wel de eerste regering sinds kabinet Kok 1 in 1998 die een volle parlementaire periode afmaakt. En het is zelfs het langzittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Over oorlog gesproken. Rutte's persoonlijke dieptepunt tijdens zijn premierschap 17 juli 2014. De MH17. De ramp met MH17 is een inktzwarte bladzijde in onze geschiedenis. Rutte staat op als rampenpremier en laat zich zien. Waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van MH17 en hun nabestaanden. Hier natuurlijk ernstig, maar later ook weer met de traditionele lach op zijn gezicht. Of neem deze grafiek. Dit is dus niet het aantal Twitter-accounts van Geert Wilders. Niet het aantal voorlichters in Den Haag. En het is ook niet de stijgende haargrens van Ron Frezen. Nee, we zien gewoon de Nederlandse economie onder Rutte 2. Rutte lijkt ineens overal. Het is een enorme ijdeltuiterij om hier te gaan zitten. Enorme ijdeltuiterij. Want ik ga hier een avond lang dingen laten zien die ik interessant vind. Want er komen natuurlijk ook weer nieuwe verkiezingen aan. De bezuinigingen van Rutte 2 hebben er op een aantal plekken flink ingehakt. Het is een beschaving
onwaardig wat er nu in de zorg gebeurt. Het is een schande. Maar denk ook aan het sluiten van sociale werkplaatsen, de verhoging van de AOW-leeftijd voor ouderen en de invoering van het leenstelsel voor studenten. Goed, welke van de twee regeringspartijen wordt daar denk je bij de komende verkiezingen keihard op afgerekend? Blijf kijken. Maar wacht, we hebben nu 2 van de 4 Rutte-kabinetten gehad. Dus eerst tijd voor een tussenronde. We gaan weer beginnen! Want wat is Rutte nou eigenlijk voor premier? Volgens collega's is hij een gruwelijke workaholic. En iemand die altijd bereikbaar is als het erop aankomt. Dit is Mark Rutte. Rutte geeft nog altijd elke week les in maatschappijleer op het VMBO. Hij is erg creatief met taal. Ik heb geen talent voor het negatieve. En bijzonder scherp als er een microfoon in de buurt is. Zelfs op Lowlands. Maar ik ben wel alert met een microfoon erbij. Ja, dat is waar. Maar dat is mijn vak, hè? Dus ik moet oppassen dat ik nou niet hele domme dingen zeg. Want dan sta ik dadelijk een week lang in de Kamer met allemaal kritische oppositiekamerleden. Rutte is een onvervalste allemansvriend. In real life. Eén belangrijke eigenschap waarom hij ook zo lang overleeft en het zo goed met heel veel mensen kan vinden, is dat hij nauwelijks een ego heeft. En in de politiek. Het aardige is ook de mensen die met hem hebben onderhandeld, die hebben na afloop niet het gevoel dat ze gepakt zijn. Dus... Zelfs met Rita Verdonk. Ja, dat was een heel ander verhaal, ja. Zo ging Rutte 1 over rechts en Rutte 2 over links. En tussendoor weet hij altijd gelegenheidscoalities te smeden met partijen links en rechts op het spectrum. Ook internationaal ligt hij erg goed bij zijn collega wereldleiders. Maar spreekt ze ook tegen als het moet. Nou. En zijn favoriet. Nou. Jodie September. Wat nou je hebt. Zijn naam zingt dan ook regelmatig rond in Brussel voor een hoge post. Maar, zegt Rutte steeds. Uitgesloten, ik ga niet naar Europa, ik blijf hier. Ideologisch laat Rutte zich leiden door zijn intellectuele voorbeelden Karl Popper en Alexis de Tocqueville. Maar een visie? Als je visies hebt, moet je naar de oogarts. Daar doet hij liever niet aan. Want, quote, visie is als een olifant die het zicht beneemt. Al krijgt hij later wel spijt van die opmerking. Nee, natuurlijk heb je visie nodig. Want ja. Hoe vaak in je leven komt het voor dat je een olifant ziet, maar dat je eigenlijk geïnteresseerd bent in hetgeen wat zich achter die olifant bevindt? En wat betreft klimaat, Rutte is dan wel voor Feyenoord, maar het zijn vaak meer woorden. Beschermen wat we samen hebben opgebouwd. En Nederland schoon doorgeven aan onze kinderen. Dank u wel. Dan daden. Nou, wat zei Ed Nijpels ook alweer? Dat klimaatkonijn, dat komt straks uit de hoge hoed. Dat we dat klimaatkonijn vandaag nog uit zijn holletje timmeren. Soms is hij kwaad en dan neemt hij geen blad voor de mond. Pleur op, zou ik in plat haast zeggen. Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit. Nou, ik zou ze liefst dan persoonlijk in elkaar slaan, de lui die dat doen. Maar lijkt verder eigenlijk altijd vrolijk en lacht vooral veel. Heel veel. Maar gaat u geschiedenis schrijven? Ja. Zelfs tijdens een stare-down met Rico Verhoeven. Ik zie talent, hoor. De een vindt hem daardoor sympathiek en likable. De ander... Als je erop gaat letten, word je gek. Dat lachen, ik associeer het ook altijd met een wc-verfrisser. Dat probeert ook de boel te verdoezelen, maar uiteindelijk ruik je er toch altijd de poepen doorheen. Het levert hem dan ook de bijnaam de weglachpremier op. Een andere bijnaam... Teflon Mark. Omdat hij het ontwijken van vragen tot kunst heeft verheven. Staat er een vervolgdate op het programma? Ja, de vervolgdate nu is met de kiezer op 15 maart. Kan ik je talloze voorbeelden van geven, maar deze van vorige week, die is wel heel illustratief. Kijk, bewindsliedenlift. En dan denken dus heel veel mensen in dit gebouw dat het een lift is alleen voor bewindslieden. Want toen was dit de bewindsliedenetage. Ik probeer de tijd vol te praten tot de lift er is. Maar gaat u geschiedenis schrijven vannacht? Ik wens u een fantastische... Ik zie u dadelijk vast... Gaat het kabinet vallen? Fijne avond. Ik heb het ook zelf aan de lijve mogen ondervinden. Toen ik ooit een paar minuutjes met hem kreeg tijdens de tweede coronagolf. Heeft u ondanks die verdeeldheid nog wel het gevoel dat u de regie heeft over de situatie? Nou, je kunt natuurlijk niet de regie over het virus hebben. Dat vroeg ik niet. Teflon Mark roept steeds meer weerstand op, omdat hij steeds de inhoud ontwijkt. Twee andere groot kritiekpunten op zijn functioneren als premier. Het steeds vaker achterhouden van belangrijke informatie waar de Kamer recht op heeft. En de daarbij horende... vergeetachtigheid. Ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Vooral tijdens Rutte 3 en 4. Coming up. Eerst nog één blokje Rutte op zijn Ruttes.
Zullen we met elkaar de foto gaan? Ja, leuk. Oké, okay, gaan we doen. Op dit moment stoppen we met handen schudden. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, oh, oh. Black Pete is black. And I cannot change that. Because the name is Black Pete. Caroline? Serieus? Ben het je kwijt? Zie maar. Laten we met elkaar weer een beetje normaal doen. Tot zover de tussenronde. Gaan we weer. Maart 2017. Nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Tijd voor campagne. En zoals altijd, voor optimisme. Kijk eens om je heen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want hij wil de burger moed inpraten. Al die Nederlandse optimisten. Van de timmerman tot de verpleegkundige. Van de onderwijzer tot de militair. Leem. Met wat poeder op je gezicht en een fraai uitgelicht shot. Een verhaaltje ophangen voor een lege muur met wat graphics erop en een muziekje eronder. Gaaf. Het zou pas echt leem zijn als je dan aan het einde van het filmpje nog eens even terugkomt, weet je wel. Dit gaan we samen oplossen. Echt helemaal top. Leuk. En door. Werd na Rutte 1 het CDA afgestraft, na Rutte 2 en de bezuinigingen is de PvdA het bokje. En de VVD? Die winnen gewoon weer, ondanks 8 zetels verlies. Rutte 3 is een feit, samen met CDA, de ChristenUnie en D66. Wel pas na 255 dagen formeren. De inkt is nog niet opgedroogd of meteen al tumult als Rutte als grote verrassing ineens de dividendbelasting wil afschaffen. Is het een presentje voor Shell en zijn voormalige werkgever Unilever? Ik kom even terug op het vorige punt. En dat gaat over Shell. Rutte wordt kiezersbedrog verweten. Maar hij overleeft een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. En Rutte's geheugen laat hem opnieuw in de steek. Bij de bonnetjesaffaire. Er een verkeerde herinnering aan, dat blijkt. Ik heb geen herinnering aan dat op enig moment iets ontstelde. Het verzonnen verhaal van Halbe Zijlstra zogenaamd op bezoek bij Poetin. Ik kan niet exact herinneren met wie ik het zelf niet besproken heb. Na het bombardement door een Nederlands F-16 op Hawija in Irak. Wat ik er ook bij zeg, daarmee kan ik ook niet uitsluiten dat het gebeurd is, maar ik heb er gewoon geen herinnering aan dat ze dat gedaan heeft. En nu we toch bezig zijn met dingen te onthouden die Rutte is vergeten, alvast een klein sprongetje vooruit in de tijd, dat deed hij natuurlijk ook bij de functie elders van Pieter Omtzigt. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Een patroon van vergeetachtigheid. Ik betreur dat ten zeerste. Dat vertrouwen wat denk ik weer geschaad is en hier scheiden onze wegen. De Kamer is het gebrekkige geheugen van de premier meer dan zat. En het helpt natuurlijk ook niet dat van de opgevraagde stukken er meer is weggelakt dan dat er te lezen valt. Nee, Rutte 3 is een behoorlijk rommeltje. En Teflon Mark weet steeds minder goed het vuur van de Kamer te ontwijken en krijgt er dan ook flink van langs. Voorzitter, het is volstrekt ongeloofwaardig wat de minister-president hier zegt. Hoe geloofwaardig vindt hij Rutte dat zelf? Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor. Hij heeft gewoon keihard gelogen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de gaswinning in Groningen, de stikstofcrisis en de daaropvolgende boerenprotesten. En er was nog iets. Corona. Als het goed is, heb je daar nog genoeg actieve herinneringen aan, dus die laat ik voor nu even. Behalve één ding nog. Deze. Ja, in de jaren 20 van de 21ste eeuw gebruikte de premier een oude Nokia. Na een WOP-verzoek en een rechtszaak aangespannen door de Volkskrant over de aanpak van de coronacrisis, blijkt dat Rutte jarenlang elke dag sms'jes wist van zijn telefoon. Vanwege de opslagruimte. Dit mag niet en dit kan niet. Rutte 3 is crisis op crisis en er zijn schandalen. Maar waar anderen het veld ruimen, weet de premier telkens de dans te ontspringen en zijn kabinet op de been te houden. Tot de toeslagenaffaire. Het betekent namelijk ook dat er goeie onder de kwade zullen lijden. Duizenden ouders blijken ten onrechte beschuldigd van fraude. Nog steeds wacht ik. Ik heb geen idee hoe lang het precies gaat duren. Met man en macht aan werk komt nu zo snel mogelijk deze held halen. En dat is door af te trainen. Maar de kwestie sleept maar voort. In januari 2021 de nagel aan de doodskist van Rutte 3. Zou die voor een vierde termijn gaan? Tuurlijk, het is Mark Rutte. Dag meneer Rutte, komt u erbij staan? Ja, mooie opkomst. Rutte is bij veel mensen nog altijd populair. Was het zijn leiderschap tijdens corona? Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.
Daar maakt hij in de campagne in elk geval veel gebruik van. Wie kan dit land nu het beste door deze crisis leiden en daarna ook weer de goede start maken? Maar tegelijkertijd heeft hij tijdens corona ook geen vrienden gemaakt. En ondanks dit ideaal van de piepjonge Mark Rutte... En daarmee zou ik af willen van dat beeld dat wij er alleen zouden zijn voor de mensen die het al goed hebben. Is juist dat een steeds meer gehoorde kritiek. Omdat er een groep Nederlanders van 30 zetels is die het zo goed hebben in hun leven en niet zo geïnteresseerd zijn hoe het met anderen gaat. En dat zijn er gewoon nog heel veel. Even als Team Links. Hoe dan ook, hij flikt het gewoon opnieuw. De VVD wordt weer de grootste partij en Rutte wordt weer premier. Wat volgt is 299 dagen formeren. De langste kabinetsformatie ooit. Toch komt Rutte 4 er. Met dezelfde partijen als in Rutte 3. Door corona ziet de bordesfoto er dit keer wel ietsje anders uit. En dan, op 2 augustus 2022 bereikt Rutte een grote persoonlijke mijlpaal. Want vanaf nu is hij de langstzittende premier uit de Nederlandse geschiedenis. En laat hij al zijn voorgangers achter zich. De kiezer was de afgelopen 12 jaar in elk geval tevreden, als je kijkt naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Maar heel veel langer zal het niet meer duren. Rutte 4 is geen goed huwelijk. En dus zijn we waar we nu zijn, met de val van het kabinet op 7 juli 2023 vanwege de asielcrisis. Met afgelopen maandag dit moment. De Kamer heeft de messen al geslepen om Rutte te fileren. Maar dan, tot ieders verbazing, zegt Rutte dit. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Niemand zag het aankomen. Bij het begin van het debat kan Rutte rekenen op mooie woorden van zijn Haagse collega's. Ook van zijn politieke rivalen. Wat ik tegen je zou willen zeggen, Mark, ik maak het iets persoonlijk, maar ik hoop dat de voorzitter dat toestaat. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst. Maar dat gezegd hebbende... Goed, voorzitter, nu wat minder vriendelijker worden. Want zowel de oppositie als de andere kabinetspartijen in Rutte 4 hadden nog een appeltje met hem en de VVD te schillen. Het is gewoon spuug lelijke politiek geweest. Goed, Rutte 4 is gevallen. En Rutte 5 komt er dus nooit. En dus komt er een definitief einde aan 13 jaar minister-president Rutte. Goed. Wat nu? Rutte krijgt een opvolger. En wat er ook gebeurt, of nou de VVD weer de grootste wordt of een andere partij, er gaat sowieso een nieuwe politieke wind waaien door Nederland. Rutte maakt deze allerlaatste ambtstermijn nog even demissionair af. En dan, het is even wennen, krijgt Nederland na al die jaren een nieuwe minister-president. In 13 jaar Rutte is natuurlijk veel meer gebeurd dan wat ik in een paar minuten kwijt kan. Dus ben ik iets vergeten? Vul me aan in de comments. Bedankt voor het kijken. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Ja, ik wist dat je zou blijven kijken. En nu je er toch bent, maak ik even schaamteloos gebruik van dit moment om een abonneeroproepje te doen. Want wij kruipen naar die 500.000. Dus even doen, please. Later.